Het staatshoofd en de kantonrechter hebben de leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij opgedragen dat de import van Nederlandse kippen-eieren door het bedrijf Doxo Club normaal door moet gaan. Desondanks is er een lading van de Doxo Club aangehouden. Directeur Gerard van den Berg geeft aan wat de stand van zaken is. De uitspraak is gedaan. De rechter sprak er schande van hoe LVV omgaat met haar ondernemers in de sector. Ze vroeg duidelijk aan de jurist van de overheid om het aan de minister over te dragen dat er wezenlijk iets fout is, dat er iets moet veranderen. En ze veroordeelde per direct, terwijl het stuk nog niet was uitgeschreven, ze zegt het gaat wel nu in, dat de lading die op de haven staat moet worden afgegeven. En in het vonnis staat ook de lading die onderweg en zeilende was, op straffen van 20.000 euro boete per dag. Nou, de lading die daar stond, die hebben wij direct gekregen. En de lading die nu vanavond aankomt, die is wederom door LVV afgewezen. En dat is een uiterst zorgelijke situatie. Je krijgt een anarchie. De rechter die spreekt recht en de minister die zegt gewoon, ik hou me er niet aan. Van den Berg zegt dat hij jarenlang Doxo eieren heeft geïmporteerd en er eerder nooit beslag is gelegd op zijn goederen. De ondernemer is in december 2021 geconfronteerd hiermee. Het ministerie een vergadering uitgeschreven en dan zeggen ze we gaan de sector uitnodigen. En wat zien zij onder de sector? Mijn drie concurrenten. Dus er is een meeting geweest, dat is nu denk ik 2 weken geleden geweest, bij LVV met mijn drie concurrenten, waarvan ik de enige ben die op regelmatige, wekelijkse basis eieren importeert uit Nederland, van hoe te handelen bij de import van broedeieren, voornamelijk uit Nederland. Dan geldt het wel voor iedereen, voor de hele wereld, maar Nederland had het probleem. En wij importeren daar wekelijks. Nou, dat is natuurlijk een drama geworden op die vergadering. Wij hadden onze advocaat bij ons. Wij hadden van tevoren de overheid al een brief geschreven dat wij verwachten dat deze uitnodiging een farce zou zijn. En dat bleek ook. Het was gewoon 4-1 Van den Berg. Daar zijn uitingen gedaan. Ga kontlikken bij de president. Er werd hard gelachen. Waarop de advocaat heeft gezegd, dit is niet mijn niveau om te vergaderen. Wij verlaten de vergadering. Gerard van den Berg, hij zegt dat het opmerkelijk is dat er 11 jaar geen problemen waren met de import van eenden-eieren en dat het sinds 2021 wel het geval is. De ondernemer hoopt dat het niet zo ver komt dat anarchie orde van de dag wordt. Onze redactie kreeg de brief van de president aan de minister en het vonnis van de rechter onder ogen.